ben Dennis van der Plas en ik ben manager maintenance en asset care bij Heineken Global Supply Chain. Dat betekent dat ik met mijn team in verbinding sta met alle onderhoudsdiensten in Heineken en verantwoordelijk ben voor de manier van werken, dus de standaard set voor onderhoud binnen Heineken. Wereldwijd, en dat, dat betreft meer dan 200 brouwerijen, betekent voor ons heel veel netwerken en brouwerijen met elkaar in verbinding brengen om ook te weten wat de beste manier van werken is en wat de juiste standaard is om te volgen. Daar zien wij dat het meeste te halen valt. Binnen Heineken hebben we duizenden mensen die in onderhoud werken. En juist het verbinden van die mensen en het samenwerken met die hele groep mensen heeft ons gebracht tot succes wat we hebben met Asset Care. En we zien nu heel duidelijk over al die landen heen dat de kosten omlaag gaan en dat de asset performance omhoog gaat. En dat bereiken we door dus onderhoud op een betere manier uit te voeren en met een betere uitvoeringsgraad te doen.